En wij gaan vandaag naar Disneyland. En daar hebben we super veel zin in. Het is nog vroeg. Het is 8:15 LA-tijd. Dus dat is 10:45 New York-tijd. Ja, 10:45 New York-tijd. Maar 8:15 hier. Wij wachten nu op een Uber. En die gaat ons naar Disney brengen. Het is een kwartiertje van het hotel vandaan. En dan gaan we daar lekker de hele dag rondhangen. We hebben lekker matchende truitjes aan. En we hebben allebei Minnie Mouse oortjes. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Wij zitten in de taxi. 5 minuutjes. Ja, 5 minuutjes. Dan zijn we er. Wij lopen net het park in. Het ging allemaal echt heel snel. Het is natuurlijk ook nog breed te voet. En nu maar eens even kijken hier. Ja, we lopen nu dus bij het kasteel. Kasteeltje. Kasteeltje, ja. Als je dit vergelijkt met Parijs of Florida, is het echt een babykasteel. Heb je jas uit? Hey! We zitten nu in It's a Small World. Spannend, we hebben een boot voor onszelf. We hebben gewoon een heel cruiseschip voor onszelf geregeld. Ja, we hebben ons eigen kastje. Hey, en we hebben een Pluto, moeten ze je zagen. Dus we gaan helemaal al goed. Kijk, er komt ook een trein aan. We zijn ready om in de Space Mountain te gaan. Op deze maag. Want het is goed om rustig. Ja, misschien ook maar goed, dat gaan we zo merken. Hier zijn de kaartjes. Nou, echt niet lang gewacht ook. Denk kwartiertje. Dus de update volgt zo meteen. We hebben het overleefd. Ja, we zijn in Space geweest en weer terug hoor. Ja, weet je, ik word desoriënteerd nu van alle bochten. Ja, dat heb je, want je bent zwaartekracht niet meer gewend. Ja. Maar in Parijs is hij leuker. Hij ging hier ook niet over de kop. Maar wel leuk om even gezien te hebben. En nu gaan we kijken of we bij Buzz Lightyear snel naar binnen kunnen. We hebben even lekker een snackje gehaald, eigenlijk ontbijt dit. En dat moest natuurlijk een Mickey pretzeltje worden. Een pretzeltje heet Turo. Heerlijk. Mooi ontbijt. We zitten lekker in de boot op het water. Tijd voor Winnie de Poel. Aan het winkelen. Ze hebben dus deze Starbucks beker met aan de ene kant Starbucks logo en aan de andere kant Disney in het goud. Die is ook heel cute. Dit schreeuwt natuurlijk mijn naam. Ik drink ook iedere dag uit dit soort bekers. Maar $50. Ik bedoel, ik vind alles hier goedkoop omdat we New York prijzen zijn gewend. Maar $50 voor een beker? Gaan we dan toch net even wat te ver. Ze hebben dus ook deze. Dit is de beker waar ik altijd water uit drink thuis. Omdat dat heel chill is om aan 3 liter water op een dag te komen. Maar zo leuk, al die Starbucks bekers. En we zijn ook op zoek naar een Starbucks. Als het goed is zit er hier eentje in het park, dus dat gaan we zo meteen zien. We hebben Starbucks gevonden. We staan nu te wachten op onze drankjes. Vince bestuurt even... bestudeert even de platpot. Waar we zo meteen weer naartoe gaan. En we staan nu hier te wachten. Wij hebben een plekje in de zon gevonden en we zitten nu even lekker koffietje te drinken. Terwijl we genieten van de Cali Sun. De Cali Sun. De California Sun. I'm enjoying all the sun in my face. Ik zei net tegen Vince, 2 dingen waar ik echt heel veel van hou vandaag bij elkaar. Mij. En dan zijn het er 4. Je was mij vergeten. Nee, ik wilde zeggen Starbucks. In Disney. Maar inderdaad, in met Vince en in de zon. Dus mijn geluk is op dit moment heel hoog. En een piekie. Everyone wanna be this love better.
eerste corn dog. Dit is mijn Krispy Kreme and worst, hè? Super. Mmm. There you go. Het smaakt echt naar een melkbroodje met boterhamworst. Ja, lekker toch? Niet echt? Oh. Nou. Met Dole pineapple juice en ice cream. Soft yeah. Serve. Nou, daar ging de Dole weer bijna. We lopen dus nu in het Star Wars gedeelte. Nu heb ik zelf niks met Star Wars. Ik vind ze ook niet. Ik heb nog nooit maar Star Wars gezien. Ik weet dat mijn opa wel Star Wars fan is. Dus, Deze is voor u! Zullen we het toch maar even in doen? Wow. Wel mooi met die bergen en zo. Die bergen. Ja, en ze maken, nee, ze maken het wel goed. Ze hebben ook speciale technieken waardoor ze dan die bergen veel groter kunnen laten lijken dan dat ze echt zijn. Is ze weer met een leuk feitje. Mensen geven hier ook geld uit. Daar word ze bang van. Aan merchandise. Ja, het is wel mooi gemaakt. Mag ik even toegeven? $130. Kijken wat dit is. Want ze hebben ook een single rider line, dus geen idee wat het is. Maar we gaan het even ontdekken. We gaan het even vragen, denk ik. We zijn dus de single rider line ingelopen zonder dat we weten wat het is. Er is hier ook echt niemand. Het voelt een beetje zo ver staan waar we niet omhoog komen. Oh, ik hoor wel stemmen. Ik heb geen idee waar we onszelf nu in hebben gelopen. De wachtrij hier was dus 40 minuten. Het liep er door Single Rider heen. We weten trouwens nog steeds niet wat het is. We kunnen gewoon samen met z'n tweeën in dezelfde groep. Dus we zijn nu op te wachten doorgelopen. En we hebben nog steeds eigenlijk geen idee waarop we wachten. Ik ben helemaal een beetje gedesoriënteerd. Het is heel raar. Er zijn ook heel veel kinderen. Geen idee. Kijk, hè, heel veel kinderen in Disney. Zo raar. Star Wars, maar ik weet niet waarom ik dat denk. Jo, zou denken? Komt misschien door de broek die hij aan heeft. En de beer die op zijn rug heeft. Oh, en we zullen nog een t-shirt. Oh ja. Oh, en misschien heeft hij dat. Thank you. You're welcome. Have a good time. Thank you. Moet je draaien? Popcorn gehaald en we zitten nu hier te wachten tot de parade zo meteen begint. Stil is nu het donker aan het worden is. Ik zo mooi met al die lampjes. Alle lampjes op Main Street zijn ook allemaal. Het is weer tijd voor een snackie hoor. Een snackie. We hebben lumpiaatjes. En dit hoorde een bouwbunsen, maar het lijkt meer op een dumpling. Nee, dit is wel een bouwbunsen. Kijk maar naar de structuur. Oh ja. Cute. We zitten nu even hier bij de tikkie. Kun je op de binnenkant zien? Hoppakee. Oh, kijk eens. Zit er aan, hè?
vandaag zondag. En wij staan weer klaar om met een uur naar Disney te gaan. Dag 2, Disney. Helemaal excited. Het is, hoe laat? 10 over half 8. 10 over half 8. Dus we zijn er weer helemaal vroeg bij. Gisteren waren we daar. Nu zijn we hier. Ik heb even de instellingen van Sil verbeterd. Daar gaan we. Wij laten het ons kaartje scannen. En toen zei die gast tegen Quince, oké, princess number one. En toen scannen die mijn kaartje en toen zei die, save the best for last, queen of the castle. Excuse me? Maar we zijn er, we zijn binnen. So excited. Nou, we lopen net de tour uit. Wat vond je ervan? Ik vond het echt heel erg leuk. Het was zo cool. Ja, echt heel tof gedaan. Het is echt ook helemaal met muziek en projecties. Echt helemaal zoals de film ook is. En je valt ook echt heel vaak. Dat is ook echt leuk. Voor een vrijval. Ik vind helemaal kriebeltjes ervan. En nu op zoek naar koffie. We hebben even een koffietje gehaald. En een broodje. We zitten nu in het zonnetje even lekker weer te eten. Een churro gehaald en Quinn staat nu in de rij bij Corndog Castle om even een corndog te halen, want dat heeft ze gisteren helemaal ontdekt. Smaakt goed. Lekker worstje. Hij zit in het reusrood, maar we hebben dus gekozen voor swinging karretje. Dus ik ben benieuwd hoe hard we gaan swingen. Dus hebben we dus in dit karretje gewoon kotzakjes liggen. Dit is hoe hard het dus wiebelt. Je kan het daar misschien ook wel zien. Oh, daar gaan we. Taco's waren zo pittig. Dat doen nu maar melk, hè? Om mijn brandende mond maar een beetje weg te spoelen. Niet best. Wel lekker, maar gewoon te pittig. En we staan nu dus te wachten op een warm chocolate chip cookie. Bij de coaster. There it is. Look at that. 3, 2, 1, go! Geteamd. En dan met de kerstlampjes. Alles is nu helemaal leuk verlicht. Welcome to Race Day. The Radiator Spring. Christmas Day, that's the only
dag af waar we zijn begonnen. Bij Guardians of the Galaxy. In de Tower of Terror, mag ik het denk ik niet meer noemen. Maar daar komt het wel op neer. Wij zijn onderweg naar de uitgang. Helaas. We hebben genieten van de kerstmuziek. Bells. Hey! Nee, het was echt een topdag voor in de plakboeken. Voor in de plakboeken. Dit is echt zo'n dag als je denkt, mijn hart. Goedemorgen vanuit een regenachtig LA. LA helpt met ons mee omdat vandaag onze laatste dag is. Yep. We zijn nu onderweg naar de In-N-Out. Niet voor een burger. Niet voor een burger, maar om nog even een extra shirtje te halen voor een vriendin van Prins. En daarna gaan we maar eens even kijken wat we in deze regen gaan doen. Zo, het gaat hard ineens. Het regent opeens echt heel hard. Minder. We hebben besloten om maar even naar de Walmart te gaan. Want die hebben wij niet in New York. Dat is een hele grote supermarkt. Het is nu al te rook, maar aangezien het niet heel lekker weer is, dan gaan we daar gewoon even kijken, een rondje lopen. We hopen dat we een karretje hebben dat we kunnen racen. Echt een painter bastard. Ja, dus dat gaan we zo meteen even ontdekken. Ik ben benieuwd. We zijn er hoor, we hebben een mooie kar voor onze tassen. We zijn ook de enige twee maloten die inderdaad de 4 dagen in LA zijn. De hele tijd in Disney hangen en vervolgens naar de Walmart gaan. Ach, ik vind het leuk. We hebben nieuwe brillen gevonden. Epilog. Smaak, die snap ik dan op zich nog wel, maar gewoon alleen limoensmaak. I don't get it. Kijk ook even al deze koekjes voor Valentijn zelf. Is echt te schattig. Och, deze. Amerikaanser dan dit ga je het ook echt niet vinden. En in een winkel vol met Amerikaanse troep is het enige wat wij kopen. Kinderijsjes met cadeautjes. Wat een feest hier in LA, hè? Kan niet op. Nu gaan we naar Downtown Disney om even een koffie te drinken of zo. We zijn in Downtown Disney. Koffie aan het drinken bij Starbucks. Dat worden altijd nieuw. En het is echt een beetje koud buiten ook. Drie keer raden wat we gaan doen. We zijn dus aan het bowlen. Kun je spijt van de weg? Frikandellen en bitterballen hadden ze niet. Dan zijn we maar voor een paar chicken tenders gegaan bij het bowlen. Ons pionnetje niet meer ervan af. We hebben nu service aangevraagd al voor 20. Maar de baan doet het dus niet meer. Het is niet normaal. We zijn zo slecht en alsnog slopen we de baan. Ze hebben trouwens wel helemaal leuk geteamd. Mickey Mouse bowlingballen. Echt heel schattig. En ook eentje van Minnie Mouse. Ja, vind ik dan weer leuk. Net zoals deze schoenen vind ik ook leuk. Kan ik hem in huis nemen en denk ik. Staat fashionable. Update, we zijn back in the game. Hij doet het weer. Daar gaat ze, meid. Daar gaat ze, hoor. Ja, water. We zitten weer in de auto, want het regent nog steeds. Niet dat we anders wel heel alleen door zouden gaan lopen, maar we zijn achtergekomen dat hier in de buurt een soort van outlet malletje zit. Beetje hetzelfde waar ik laatst was met mijn ouders, alleen nog een stuk kleiner. Dus we hebben besloten om daar nog even heen te gaan. Dus 10 minuutjes rijden hier vandaan. En dan gaan we daar nog even wat winkeltjes kijken en vanaf daar naar het vliegveld. Onze vlucht is namelijk pas om 10 uur, dus dat is best wel laat. We hebben ook geen zin om de hele tijd op het vliegveld te gaan hangen. Maar het bowlen was echt verrassend leuk. We hebben echt heel veel lol gehad, dus dat is mooi. We zijn bij Bath & Body Works. Naast het feit dat ik verbaasd ben dat alles hier 75% is, ben ik nog meer verbaasd over het feit dat ze een kaars hebben die naar bacon ruikt. Godverdomme. Hij ruikt echt letterlijk naar van die vettige gore bacon. Ik kom dus met het idee om nog even naar een outlet te gaan, omdat ik dacht, leuk, Ralph Lauren, Victoria's Secret, laten we nog even kijken. Quince vindt altijd alles prima.
Maar de meid staat daar hoor. Heel joggingpak te kopen, shirt erbij, sokken erbij. Maar alles 50%. Het is echt ziek goedkoop. En als kers op de taart vinden wij hier een Krispy Kreme. Een heel pand is dit. Kijk eens even hoe lekker vers ze daar worden bereid. Niet normaal. Nee. Jongens, we krijgen gewoon een gratis donut. Oh mijn god, maar wat gaan we er nu bestellen? Ja, hoi. We zijn nu bij het vliegveld, bijna. Tenminste, we zijn al bij het vliegveld, maar bijna bij onze terminal. Mm. Het regent echt nog steeds heel hard. Maar we hebben wel een lekker Ubertje. Ja, zeker. Lekkere stoelen. Kussen. Oh, ik dacht even dat er ook stoelverwarming in zat, maar dat is niet zo. Dus nee, we zijn best wel vroeg bij het vliegveld. Het is nu 7:30 en we vliegen dus om 10:00. We zijn alleen net achtergekomen dat bij onze terminal echt niks zit aan winkels of eten. Ja, nu is het niet dat wij vandaar nog niet gegeten hebben of gewinkeld hebben, dus dat, zo problematisch is het maar niet. Maar we hebben geen avondeten gehad en we moeten wel een hele nachtvlucht doen. Ja, dus we moeten eigenlijk wel echt even wat eten. Er zitten wel iets van 3 tentjes of zo. Maar dat zal wel echt, ja, dat zal wel echt van het vorige vliegveld eten weer zijn. Ja, wat positiviteit. Op de zondag. Ja, het is gewoon nog zondag. Nee, het is maandag. En daar hebben we straks een nachtvlucht. Back to the city. Nou, het is dus maar goed dat we zo op tijd waren. Want we hebben maar liefst een kwartier nodig gehad. Om van bij de taxiplek tot achter de douane te komen. Ook weer geluk, hè? Ook weer geluk, want we missen in ieder geval zeer exit only, no entry. We kunnen er nog een keer uit en in. Ja, doe eens gek. Nee, gelukkig missen we de vlucht niet. Tenminste, het moet knap zijn als we dat nu nog doen. Dus we gaan nu maar even kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Alle 2 winkels even bezoeken. En alle 4 de restaurants even het menu uitgebreid bekijken. Ja, we vermaken ons wel. Wat eraan? Jongens, ik moet gewoon even mijn woorden terugnemen hier. Moet je eens kijken. Er zitten gewoon winkels en een Starbucks. Ik kan me gelukkig niet op hier. Er zijn gewoon 5 winkels in plaats van 3. En dan zijn ze ook nog eens op slot, ook nog de helft. Maar we kunnen. Ik zie dingetjes. Even dingetjes kopen. Gelukkig hebben we toch nog een redelijke airport. Dit is zo klein. Oh my god. Airport maaltijd. Redelijk. Dit is mand. Dit is niet normaal. Dit is echt een babypizza. $16.90 jongens. $16. Ik heb nog even lekker een matcha latte gehaald. En ik wacht nu op Prins. Daar zal je er hebben. In een nieuwe Adidas pakje. Daar zijn we weer. Weer terug in New York. Op het vliegveld. Het is vroeg. We hebben wel geslapen. En we gaan nu kijken tot we een yellow cab kunnen krijgen. Wat denk ik wel moet lukken, want er staat echt niemand. Het kan hier. Er staan wel yellow cabs. Ja, de yellow cabbies staan alweer buiten op ons te wachten. Mannen. Lekker naar huis racen. Quince moet dus gewoon werken vandaag. Arme meid. Het is 7:30 en om 9:00 moet ik op werk zijn. En het is voor ons natuurlijk eigenlijk 3 uur eerder omdat we LA-tijd nu gewend zijn. Alleen het valt er wel mee hoor. Het was wel een snelle vlucht. Het was in het begin wel heel wiebelig. Het was heel wiebelig. Ik dacht, nou was dit de hele vlucht, Nora? Het is vandaag woensdag en inmiddels is het al wat later. Het is 7:10. Ik ben onderweg naar Carlotta om even gezellig samen te eten. Dus ik ga zo wat salades halen en dan naar haar huis toe. En het laatste wat ik heb gevlogd was volgens mij gisterochtend op het vliegveld. En ik heb daarna ook niet zo heel veel gedaan, moet ik zeggen. Ik heb de hele dag geslapen gisteren en toen ook 's nachts natuurlijk gewoon. En vandaag ben ik lekker naar de spa geweest. Dat had ik van Carrie gekregen. Super lief, dus dat was echt heel erg fijn om even een paar uurtjes daar te zitten. Het was ook echt een hele goede spa. Het heet
Ancient Baths. Het zijn een soort van oude baden allemaal. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, maar ik zal het wel even hier ergens in beeld zetten. Dus dat is zeker een aanrader. En dan nu lekker bij Carlotta eten. Morgen werken, vrijdag werken. En als vrijdag voorbij is, dan betekent dat dat ik nog maar 7 dagen heb voordat ik naar huis ga. Dus we beginnen nu heel erg dichtbij te komen. Het is heel dubbel. Enerzijds echt wel heel veel zin om ook weer naar Nederland te gaan en iedereen te zien. Anderzijds voelt het zo raar dat mijn droomland tot een eind komt en dat mijn tijd hier er gewoon op zit. Maar eerst nog even genieten. Ik ben inmiddels aangekomen bij Carlotta om even gezellig samen salades te eten. Van Sweetgreen. Het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar Joe & The Juice. Ik moet namelijk de hele dag werken vandaag, dus ik heb met Riley afgesproken om even bij Joe te gaan zitten en daar samen wat te werken. En uiteraard even sapje te drinken, broodje te eten. Dus ik ben nu onderweg naar daar. Het regent. Het is rot weer. Maar wel even lekker om buiten te zijn. Ik zit met Riley bij Joe & The Juice. En she's coming to Amsterdam. Oh, so excited. Het is inmiddels avond en ik loop nu door de regen. Ik ben namelijk onderweg naar Grand Central, want ik ga daar vlakbij eten bij een taco tentje met Ilse en met Chris. Dus dat is wel even gezellig. Ik heb nu sowieso echt zoiets van, oh ja, ik moet nu eigenlijk van ieder moment dat ik vrij ben, dat ik niet hoef te werken, echt gebruik maken en op leuke dingen doen en plekken ontdekken die ik nog graag wil zien. Nu ga ik waarschijnlijk in juni wel weer terug naar New York voor 2 weken. Maar juni is nog ver. We zijn dus bij het taco restaurant. Tacos. Numero uno. Nou, we hebben de tacos hoor en de quesadillas. Het is vandaag vrijdag en ik ben onderweg om even wat te eten te halen. Ik werk vandaag de hele dag lekker vanuit huis. En vanavond gaan we gezellig uit eten en uit. En aangezien het vrijdag is, betekent dat dat ik vandaag over een week naar huis vlieg. Het is eigenlijk mijn laatste week nu. Het voelt echt heel raar, moet ik zeggen. Het is ook echt een beetje bewolkt al de hele week. Dus ik heb echt zoiets van, oh ja, een beetje treurig allemaal. Maar ja, het is heel erg dubbel, moet ik zeggen. Maar dat komt ook wel weer goed. Vrijdagavond is, betekent dat ook dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het iets boeiender vinden dan dat Quince dit moment vindt. Vergeet jezelf niet te abonneren. Hier zo in het scherm of aan deze kant. Of aan die kant, of daar of onder of boven. Vergeet niet duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En hopelijk zie ik je volgende week. In bij... de volgende vlog! Nee, dat is trouwens helemaal niet. Jawel, het is wel waar. Jawel. Bij de laatste New York vlog, dat is volgende week.